Welkom bij Forum Insight. En ja, ik heb een nieuw kapsel. En ja, daar mogen jullie van vinden wat je wil. Wij zitten hier in de studio. We zijn net weer geïnstalleerd als Kamerleden. Althans, Freek en ik. En het kabinet wordt, as we speak, zijn de formatiegesprekken gaande. Het lijkt er toch op alsof er wat beweging in zit. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Maar we hebben ook een hele bijzondere gast vandaag. Dat is Erik van der Horst. Freek Jansen, Ralf Dekker is natuurlijk bekend. Maar jij bent nog niet bij iedereen heel erg bekend. Je bent betrokken bij Café Weltschmerz. Dat is natuurlijk een heel belangrijk discussieplatform. Maar je bent ook IT-ondernemer. En je hebt allemaal dingen bij je, zoals computers, zoals telefoons. En daar gaan we het uitgebreid over hebben vandaag, want jij bent een bedrijf begonnen dat heet Goodbye Big Tech. Correct. En daar kunnen mensen ook natuurlijk gewoon meteen, terwijl ze dit programma kijken, even een kijkje gaan nemen. Heel erg interessant. Het zijn eigenlijk in één zin IT-oplossingen zonder dat big tech en big government kunnen meekijken. Privacy wordt hersteld. Ja, ik zal dadelijk iets gedegener uitleggen. Maar je zit tegenaan te tikken. Ja, nou ja, dat gaan we willen alles horen. Ja. Ook hoe je daarbij gekomen bent. En hoe mensen ook daar gebruik van kunnen maken. Want heel veel mensen zullen het niet prettig vinden dat alles kan worden bekeken en bespioneerd. Maar we gaan natuurlijk beginnen, Ralf, met een glaasje wijn. Een goed idee. Hebben wij het nu bijgelegd? De wijnoorlog is tot een wapenstilstand gekomen. Ja, ik ben wel weer blij dat ik het initiatief mag nemen. Maar ik heb me wel geprobeerd om iets neutraals te vinden. Een druif die niets met ons geschil te maken heeft. Om te beginnen. De Grenache-druif. Nou, dat is altijd goed. Côte du Rhône. Het is een... ik heb dat verteld, geloof ik. Het is een Châteauneuf-du-Pape, maar dan wit. Want vaak zijn de witte pendanten van rode wijn zijn heel bijzonder. Omdat ze door de hele goede wijnmakers gemaakt worden, maar ja, eigenlijk niet zo bekend zijn. En dit is een voorbeeld. Dus het zou een heel ander, fris smaakje moeten zijn. Niet die zware Amerikaanse Chardonnay. Heel goed. Ja. Dus ik zou zeggen... Wat mooi dat wij tot een compromis zijn gekomen. Het wordt wel nadenken elke week nu, hoor. Want ik ben hier natuurlijk niet zo erg in thuis. Het is nogal gelig. Hè? Nou, volgens mij gaat het goed. En dan komt er toch een zware wijn naar boven. Oh, Ralf. Je hebt jezelf weer overtroffen. Wij drinken natuurlijk op jullie gezondheid. En op de toekomst van ons land. Ja. Ja, en wie weet wordt het nog wat met die formatie. En met het land. Proost. Proost. Holy. Oeh. Even wennen, maar oké. Okay. Het is anders. Het is wel anders. Oké. Okay. Het is geen Chardonnay. Nee. Het is wel Chardonnay-erig. Nou, nee. Ik heb hier... Oh, een ruzie. Ik heb post gekregen. Even kijken. Flessenpost. Lavendel, dat begint al goed. Ja, dat doet mij denken aan heel lang geleden. Heerlijk. Met een rol, met tekst. Celestine is een krachtige steen die spirituele ontwikkeling en helderziendheid bevordert. De engelen bieden bescherming en het goddelijke zal schenken wat je echt nodig hebt. Trekt voorspoed aan en geluk en helpt vertrouwen op je intuïtie. Ja, mooi. Deze steen liefst niet in contact met water brengen, maar bijvoorbeeld reinigen met hermatiet. Opladen in maanlicht of met bergkristal. Onder invloed van zonlicht kan de steen verkleuren. Ja, heel bijzonder. Dat is wel... wel lief. Dat is wel een steen. Kijk eens. Oh, kijk eens. Het is wel een hele mooie steen. Hmm. Wauw. Een opladen in de maan. Ik voel meteen wat mijn helderziendheid toeneemt. Wat doet hij? Geeft hij licht? Of? Hou maar even vast. Neem me voel je het wel. Kijk, ik heb ook nog... Ik weet niet zo, hè. Oh, Freek is melig. Dat komt helemaal goed, dit. Het is nog niet zo makkelijk. Het is wel echt een hele mooie steen. Hoe werkt dit, joh? Freek, probeer jij dit eens even uit. Ja, ja. Ja, en we hebben natuurlijk post. Oh, we hebben ook nog boeken. Jongens, vergeet niet als je dit programma kijkt om Microfobie van Pepijn van Houwelingen te bestellen. Dit is echt een geweldig boek over de fusiedrang van het openbaar bestuur. En het boek Kapitalisme van Reiner Zietelman. Die moet je ook beslist hebben gelezen in, wat is het, 634 kloeke pagina's. Uitgelegd waarom het kapitalisme het beste systeem is. Het enige systeem eigenlijk dat vrijheid en welvaart met elkaar combineert. Er zit een vastzegel op. Wow. Er zit echt drie in ook. Zijn dat brieven? Ja. Flessenpost. Deze heeft al een tijdje lopen drijven. Dat is wel bijzonder. Net aangespoeld. Erik, als jij dit nou even openmaakt.
Give me a job. Hoi Thierry, nu dat de PVV de grootste is, hoe schat je de kans in dat we weer het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet kunnen gaan vieren? Dat is echt een vraag voor Ralf Dekker. Die is mooi. Nou, dat is wel een van de speerpunten, toch, volgens mij? Van ik heb Zwarte Piet terug. Van de PVV, ja. Volgens mij is die nooit echt... Ja, je moet even wennen, maar... Je krijgt wat je doe je vraagt, ons toch allemaal aan, Ralf? Die rare wijnen. In de regio wordt er, dus buiten de grote steden, wordt volgens mij Sinterklaas al steeds grotendeels met echte Zwarte Pieten gevierd. Klopt. Ik zag dat ze op Ameland ook een heel bijzonder Sinterklaasfeest achter iets hebben. Ja, Sinterklaas. Ken je dat? Ja, ik had er wel van gehoord. Ja? Nou, ik niet. Ja, ja jullie niet? Nee. Oh, dat is best. Ja, is bekend. Is bekend. En ze hebben daar een heel eigen traditie. Maar ik wist niet dat ze er zo geheimzinnig over deden, want het is wel gewoon. Bekende informatie. Deze persoon heeft wel werk. Ze hebben ook dit is een soort heidens pre-christelijke feest of zo. Met een soort... haar. Oh. Er zit een haar in mijn glas. Nou, dit is ook bijna gelukt, maar ik weet niet wat daar. Uh-oh. Wat hier. Volgens mij is het helemaal niet de bedoeling om het uit te pakken. Ja, dat wel. Maar je krijgt dat niet. Ja, het is nog net leesbaar. Moet niet in een museum gaan werken. Lees het maar voor. Nou, dat was niet van plan. Heb je gezien hoeveel het is? Geachte heer Baudet, zelf heb ik een hele tijd gedacht om u een brief te schrijven. Nou, dat is goed. Dit vind ik zelf heel spannend, maar ik zet mijn ego aan de kant. Zelf ben ik sowieso een forumaanhanger. Je vindt het zo... Je vindt het zo... Wat staat er nou? Je of wat staat daar? Ik. Is dat ik? Oh. Ja. Ik vind het zo ontzettend dapper hoe hard u en uw partij voor het volk opkomt. Oh, als jij deze nou eens even openmaakt in de tussentijd. Ook heb ik verschillende fantastische debatten gezien van meneer Hiddema, meneer Van Meijeren, meneer Wilders en natuurlijk meneer Fortuyn. Ja. Buiten het hele politieke gebeuren hou ik ook ontzettend veel van oude architectuur, geschiedenis, schitterende muziek en poëzie. Ik voel wat u zegt en bedenk dat het echt uit uw ziel komt. Mooi. Er staat nog veel meer hoor, dit is de eerste alinea. Ja, mooi gedaan. Wow. Maar dat wordt een uitzending van minstens anderhalf uur als we dit. Dan zijn er nog twee. Oh, we gaan ze nog. Oh, we zijn nog lang niet klaar. Nee, maar die kunnen we niet allemaal nu. Oké. Okay. Nou, heel bijzonder. Ook lekker de lavendel. Ja. Dat is goed. En we hebben ook nog een vraag over Milei. Is Javier Milei echt beest gebaseerd of is hij net als Meloni en Boris Johnson een nep conservatief, Erik? Ja, wie kun je nog vertrouwen buiten het forum? Ja, ja ik weet eigenlijk heel weinig van hem af. Ik zie dat hij dit weekend dan de inauguratie heeft. En het schijnt een libertariër te zijn. Hij schijnt een hele kleine overheid voor te staan. Maar verder, ja, ik heb dat interview met Tucker Carlson van hem ook niet gezien. Ja, ik wel. Hoe is dat? Ja, nou ja. Je moet dus voortdurend lezen, hè, want hij spreekt geen Engels. Dus dat is al een beetje onhandig, vind ik altijd. Oh. Heb jij geen Spaans? Ja, mijn Spaans is niet goed genoeg om het echt op de voeten kunnen volgen. Maar ik moet zeggen dat ik wat aarzelingen heb bij deze man. Het is natuurlijk, ja, Argentinië is natuurlijk een heel raar land met enorme inflatie. En eigenlijk is het al jaren is dat bestuurlijk heel instabiel. En deze man heeft onder andere gezegd dat hij de Nationale Bank wil afschaffen en wil overstappen op de dollar. Ja, ik heb gehoord dat hij dat vandaag heeft teruggetrokken of zoiets. Wilde hij niet Bitcoin ook promoten? Nee, volgens mij niet. Hij wilde echt op de dollar overstappen. Dat is ook niet slim. Nou ja, als tijdelijke maatregel zou ik me er iets bij kunnen voorstellen. Want de peso is echt... Ja, dus fijn. Dat is het papier niet waar het op gedrukt is, bij wijze van spreken. Dat gaat echt heel snel de verkeerde kant op. Dus als stabilisatieactie zou ik me nog wel iets bij kunnen voorstellen. Dat is overigens wel een van de redenen, volgens mij, dat die Argentijnen massaal om gestemd hebben. Dat hij dat heel concreet van plan is. Maar hij was bijvoorbeeld ook de relatie met Brazilië was enorm aan het zich aan het ontwikkelen. Dat was echt de bedoeling om dat een hele nauwe relatie te maken. En daarmee ook als Argentinië lid worden van BRICS. Oh ja. En daar heeft met name Lula zich nogal sterk voor gemaakt om hem er echt bij te sleuren. Of om Argentinië erbij te sleuren. Ja. Waar BRICS daar toch wat aarzeling over had. Omdat het is nou niet bepaald een stabilisatiefactor om Argentinië erbij te hebben. Maar goed, er zaten plus en min aan. Ga maar even je neus naar de breek. Sorry, zo irritant. Hij doet het expres. Hè? Hij weet dat ik er niet tegen kan.
Daarom doet hij dit. Maar, dus het is de vraag, ja, is deze man nou een heel lokaal fenomeen en uit de gekte van Argentinië ontstaan als ja, any change is for the better, dat zou kunnen? Of is het toch iemand die hele goede relaties onderhoudt met Clinton? Met de Amerikaanse deep state, zou ik maar zeggen. En hij is verbonden met een van de topfamilies van Argentinië. Er zijn er maar een stuk of 25 of zo die dat hele land runnen. Die familie is weer gekoppeld inderdaad aan de Clintons. Een echte outsider is hij niet. Dus een echte outsider is hij niet. En waarom zit hij zo met Israël te dwepen? Waar komt dat vandaan? Hij is een enorme met die vlag en zo. Nou ja, dat is dus en denk je Argentinië, de verbinding met de democraten. De andere kant van de wereld. Ja, dus er zit een soort verbinding met de democraten bij. Dus ik weet niet, ik kan niet goed wegen of het nou een typisch Argentijns fenomeen is. Gewoon iets anders. Of dat het toch ook een hand van de democratische deep state in zit. Wow. Zou best kunnen. In ieder geval is daarmee dus de combinatie Brazilië-Argentinië van de baan. Dat is natuurlijk toch een beetje het idee van BRICS om het hele zuidelijke halfrond in ieder geval aan elkaar te knopen met wat connecties enzovoort. Ja. Nou, dat lijkt met Argentinië dus niet te lukken voor de korte termijn. Maar ja, het zijn allemaal nog een beetje ongestructureerde gedachten bij mij. Maar ik ben er nog niet uit of het nou een goede zaak is of niet. Weet iemand van jullie trouwens of het een hoax is of niet dat op het zuidelijk halfrond het water de andere kant op de Grootsteen indraait? Weet iemand dat? Ik heb het nooit gecheckt. Ik heb ook niet gecheckt. Iemand zei laatst dat dat niet waar was. Ja, ik hoor. Ja. Hoe kom je hier in één keer op? Nou, omdat Ralf had over het zuidelijke halfrond en dan denk ik meteen daaraan. Okay, volgens mij is het wel waar, maar ja? Volgens mij zijn het coriolis krachten die andere kant belopen. Maar ook met stormen. Want het andere kant ook de andere kant op. Dat orkanen de andere kant om. Ja, want het gaat toch altijd om bepaalde. Ja, dat zou volgens mij dat het geval kunnen zijn. Ik weet het niet zeker. Komt er nou een zonnewind aan? We hebben een meteoroloog nodig, denk ik. Ja, ik ben wel eens geweest, maar dan zit je in zo'n hotelkamer. En zie je dat proberen met de radio? Ik dacht, wat is nou de goede kant ook alweer? Dus ik heb toen wel geprobeerd. Ja, heb je het echt geprobeerd? Ja, hoe zat het? Mooi. Goed. Maar het was inconclusief, kan ik me wel herinneren. Dus ja. ik weet het ook niet zeker. Er moet natuurlijk ook helemaal waterpas dan staan en zo, hè? Weet ik niet. Nee, volgens mij niet. Over het algemeen doet water dat uit zichzelf wel. Hè? Het gorgelt van de kant. Dat waterpas heeft. Bingo. Water heeft de gekke neiging om altijd weer. Raar is dat. Ja. Dat is ook niet toevallig. Ja, Millet heeft trouwens, bedenk ik me nu, Wilders uitgenodigd, begreep ik. Ja, ja. En mij niet. Dat vind ik wel weer jammer. Heel apart. Ja, ik ben wel uitgenodigd om hem te ontmoeten, maar niet bij zijn inauguratie. Waarschijnlijk dacht hij, nou laat al het klootjesvolk maar naar de inauguratie komen. Komt Thierry een keer op een rustig op diner. Hij is toch heel pro-Israël? Ja, daar ging het net ook over. Oh ja, jij was er niet. Wat was jij maar doen? Aan het snuiten. Dog whistle. Anyway, ja. Ja. Oh, daar hebben jullie het al over gehad. Maar wel interessant, ja. Ja, we hebben het al over gehad. Ja, okay. Hey. Laatst, en dat is de reden dat we jullie even samen hebben gezet. Laatst had Freek een debat over CSC, Client Side Scanning, CSS. En dat is een nieuwe vorm van controle op digitale communicatie. En toen ontdekten wij dat er iemand in ons netwerk van Forum zit die daar ook al mee bezig is. Kun jij, Freek, even uitleggen wat het probleem is? Wat is het er nou aan te komen? Want ik denk niet dat iedereen het begrijpt. En dan gaan we gewoon smooth naar de oplossing toe ook. Nou, het is wel interessant, want de verkiezingen zijn nu ook geweest. En er was een motie aangenomen in de Tweede Kamer om in elk geval tot de verkiezingen de regering, de demissionaire regering, te dwingen om geen stappen verder te zetten in dit onderwerp. Want in de Europese Unie willen ze een nieuwe verordening aannemen om client-side scanning mogelijk te maken in het opzoeken van kinderporno op telefoons, in het versturen van berichten. Alle vormen van communicatie overigens, dus niet alleen WhatsApp, maar dat geldt ook voor Telegram. Dat geldt ook voor alles binnen Europa. Wat je uploadt. Waarmee je berichten verzendt. Ja. Dat zal dan moeten worden gescand door een stukje software op je telefoon. En dan wordt het gekeken of dat in een database bekend voorkomt. En als daar een foutmarge op. En als dat zo is, dan worden duizenden berichten gewoon per persoon waarschijnlijk verkeerd aangemerkt in elk geval. En dan sta je als potentiële pedofiel te boeken bij de Europese Unie. En dan wordt dat doorgestuurd naar de politie.
En dat is deel van het voorstel, want het gaat nog veel verder met een aantal andere punten. Maar dit is het meest cruciale, concrete voorstel. De client side, dus de client, dus de consument, de gebruiker. Dus de client is het apparaat. Met zijn apparaatje. Dit is de client. Ja, ja, precies. En het gaat om software die dan gedwongen op dat apparaatje draait. Ja, dus draait. Communicatieproviders moeten dat doen. Die worden verplicht. Ja, ja, okay. Dus WhatsApp wordt verplicht, Meta wordt verplicht om dit te installeren in hun software. En dat geldt ook voor alle andere communicatieplatforms. Dus ook Telegram inderdaad. Ja, als zij willen opereren in Europa is dat verplicht. En dan dat scant dan jouw telefoon af? Het scant dan wel je laptop. Op het moment dat je een bericht verstuurt, wordt dat bericht wordt op drie manieren gescand. Eén, is het bekend materiaal in een grote database van kinderporno, die dan in Brussel komt te staan. Ook niet echt een heel lekker idee dat al je kinderfoto's ergens centraal staan in Brussel, waar gewoon met één hack alle kinderporno van de wereld kan worden gedownload. Maar goed. Nee. Ja, maar dan... en dan een slim idee van... ja. Maar goed, dus dat is het bekend materiaal? Of twee, is het onbekend materiaal? Zo ja, dan moet het dus worden beoordeeld inhoudelijk of het dus aan die criteria voldoet. En dan wordt het dus toegevoegd aan die database. Dan worden beide gevallen vakantiefoto's gecheckt door iemand in Brussel. Van, dat lijkt mij een gewone vakantiefoto. Of, nee, gaat geen mens naar kijken. Maar het komt gewoon, het wordt gewoon een AI die gaat gewoon kijken, is dit een naakt kind? Ja, poef, gaat in de database. Oh, ja. Dus dan heb je je kind op het strand en dan heb je hele dikke kans dat dat in een database komt te zitten. Dus, en dat is inderdaad het tweede deel van die wet. En het derde deel gaat eigenlijk nog het allerverst. Dat is gericht op het opsporen van grooming. Dus dat is dat volwassenen met kinderen praten. Maar dat kun je natuurlijk niet op basis van één bericht bepalen of dat het geval is. Dus als iemand een appje stuurt met ik ben nu in de supermarkt. Ja, hoe weet je of dat tussen een volwassene en een kind is? Hè? Ja. Dus wat de Europese Unie daarvoor voorstelt, is dat mogen communicatieplatforms zelf weten. Maar ze moeten in elk geval, zijn ze verplicht om de leeftijd van de berichtverzender te kunnen aantonen. Er is uiteindelijk maar één manier waarop je dat echt kan doen. En dat is door massale verificatie. Dus een online digitale identiteit, waar de Europese Unie toch al mee bezig is. Dus om berichten te kunnen versturen, zul je op termijn, en dat is op korte termijn eigenlijk, moeten inloggen met een geverifieerd account, zodat de overheid kan weten wie welke berichten stuurt. Maar gaat het niet ook veel langzamer dan berichten sturen, als het helemaal door die database heen moet? Dus als ik jou een fotootje wil sturen, ik zeg, Freek, moet je kijken waar ik ben? Ik ben in een museum voor oudheidkunde en daar hebben ze een prachtig beeld van een naakt kind. Een prachtige sculptuur. Ik denk dat niet eens een relevante vraag is. Want de snelheid gaat nog steeds even, daar verandert niks in. Het probleem is, wat dit wetsvoorstel pleegt te doen, is een oplossing vinden. Kindermisbruik is het excuus. Het probleem is dat wij in staat zijn om met elkaar te communiceren op een versleutelde wijze. Ja. Dus we hebben allerlei communicatiemiddelen op onze telefoons en op onze computers zitten, waarmee wij berichten versleuteld met elkaar kunnen versturen. Dus big tech en big government is niet in staat om te weten wat wij met elkaar delen. Dus ze raken de grip kwijt, de controle kwijt. Dit is een excuus. Client-side scanning is niks anders dan meekijken op je toestel voordat je bericht versleuteld de deur uitgaat. En meekijken op het toestel van de ontvanger nadat het bericht ontsleuteld is. Ja, dat klopt. Het is een smoesje. Iedereen maakt zich zogenaamd druk over kindermisbruik. Ja, daar moet je natuurlijk aan meewerken. Maar dit is een excuus om met elke burger in Europa mee te kunnen kijken. Wat doe jij? Wat denk jij? Waar praat jij over? Dat is een beetje een complottheorie. Nou, maar ik denk dat het een excuus is. Want ik wil het dan inderdaad wel, dat wil ik wel ondersteunen. Is omdat het, dit is echt een soort Death Star optuigen om een muis neer te gaan schieten. Het is bizar om een massasurveillance systeem op te gaan tuigen voor 500 miljoen mensen. Terwijl dit een heel beperkt probleem is, wat wel heel vreselijk probleem is. Maar wat niet nodig is om alle telefoons maar standaard te gaan afluisteren. Dus de echte opsporingen zo voor kinderporno, die zou veel makkelijker kunnen zijn door naar de serverkanten te kijken. Er zijn heel veel providers, hosting providers, waarvan bekend is dat ze dit soort materiaal hebben. Daar wordt in het hele voorstel niet over gesproken. Dus het is heel raar dat ze met een super uitgebreid technisch voorstel komen, wat een probleem moet oplossen wat eigenlijk maar heel beperkt is en waar dit ook niet echt een goede oplossing voor is. Want in al die drie gevallen kan het verspreiden van kinderporno is gewoon
crimineel. Het zijn criminelen die weten dat ze iets doen wat niet mag. Dus die gaan niet, die zijn niet zo dom dat ze dat niet dan snappen dat er een nieuwe wet is. Dus als je een foto van zo'n zou willen versturen, via WhatsApp bijvoorbeeld, dan stop je hem in een zipje met een wachtwoord. Dan stuur je hem alsnog, je geeft iemand het wachtwoord en je gaat volledig buiten het nieuwe opsporingsmechanisme van de Europese Unie om. Dus de echte criminelen, die pak je er niet mee. Maar je zorgt wel ervoor dat 500 miljoen mensen massaal worden afgeluisterd. Ja. Want dat is net, denk aan een lockdown tegen een griep, zou ik maar zeggen. Ja, en dat is inderdaad een hele goede vergelijking. En de grote grap is dat nu is dit ineens een hot item, omdat er over gesproken wordt in de vorm van wetgeving. Maar in feite, het hele ontstaan van Goodbye Big Tech 4 jaar geleden is omdat dit al lang massaal op al onze toestellen gebeurt. Als je een telefoon hebt van Apple of met Google Android erop, dan alles wat je doet wordt al lang door Big Tech en dus waarschijnlijk ook door Big Government meegekeken, meegeluisterd. Ze weten alles van je. Ja, behalve dus dat die encryptie er nog op zit. Dat is wel echt waar dit uit is ontstaan, omdat de Europese Unie heeft encryptie willen afschaffen. Zij waren er tegen, omdat het in de weg stond voor allerlei opsporingsmogelijkheden. Eerst werd het op terrorisme gegooid in de tijd van al die aanslagen. De encryptie moet eraf, we kunnen niet meekijken. En nu inderdaad, precies wat je zegt, nu blijft de encryptie, wordt gewaarborgd en dit en dat. Maar het is gewoon alsof je een brief schrijft. En er is briefgeheim, maar we zetten wel een camera op je bureau zodat we kunnen weten wat erin gaat. Ja, ja, precies. Het is, maar de envelop blijft dicht. Blijft dicht. Ja, ja, ja. Ja. Ja, toch wil ik een klein beetje tegenspreken. Want een van de grote problemen als je het hebt over onze mobiele devices, maar ook onze laptops, computers, zit in het besturingssysteem. En zowel een Apple-telefoon als een Google Android-telefoon hebben beide een besturingssysteem waarvan de broncode niet in te zien is. En op allerlei handige manieren zijn er al lang. Ik ben geen ICT'er, hè? Laat ik dat voorop stellen. Dus ik ben gewoon een bezorgde gebruiker geweest die voor mezelf 4 jaar geleden op zoek is gegaan naar een oplossing en die gevonden heeft. En dat ben ik gaan delen met de wereld. Nou, inmiddels is dat uit de hand gelopen en is daar Goodbye Big Tech uit voortgekomen. Maar er zijn allerlei wel hele slimme ICT'ers die allerlei data harvesting, ik heb even niet zo snel een mooi Nederlands woord, maar oogsten. Ja, dat is wel heel letterlijk vertaald. Maar, hebben aangetoond, zowel door Google Android-telefoons als door iOS-devices. Ja. Bij Apple is het prachtig dat iPhone-gebruikers zeggen dan, ja nee, maar bij Apple kun je allerlei settings kun je zelf instellen wat je wel en niet wil dat er gedeeld wordt. Nou, daarvan is onderzocht en bewezen, verandert helemaal niks. Er verandert helemaal niks. Weet je dat? Meen ik. Al je data die je dus standaard met je Apple-telefoon, dat standaard allemaal aan, die je deelt met headquarters Apple, die kun je uitzetten, denk je. Maar het is puur voor de mind. Dat is puur voor jouw gemoedsrust. Er verandert niets. Helemaal niks. Dus je gaat gewoon door. En dan al die apps die je installeert. Het probleem begint natuurlijk al bij het feit dat als jij een telefoon hebt of een computer, vraag 1 als je hem aanzet is: wie ben jij? Je moet een account koppelen aan je apparaat. Op dat moment is jouw persoon verbonden met dat toestel. Waarom? Ik kon Windows XP vroeger gewoon aanzetten en dan kon ik aan het werk. En zeker mijn MSX-computertje van 1984. Toen was jij er nog niet eens. dus langzaamaan zijn we in een systeem gerold waarbij we A, onze identiteit moeten koppelen aan het apparaat. B, blind vertrouwen op besturingssystemen, dat geldt ook voor je computer, waarvan we geen clue hebben wat die code allemaal nog meer doet dan wat we weten dat die code doet. En vervolgens gaan we allerlei apps installeren die toegang hebben tot je camera, je locatie, je contacten, je internet. Maar heel veel mensen zullen zeggen, maar ik heb niks te verbergen. Exact. En dan zou ik toch voorzichtig willen wijzen op de ontwikkelingen die we allemaal volgens mij wel zien. Een van de wat je al ziet gebeuren is dat banken met name je carbon footprint, je CO2-gebruik op bankafschriften gaan vermelden. Ik denk dat dat een voorbeeld is van waar dit naartoe gaat. Dadelijk weet Big Tech, en dus Big Government weet werkelijk alles van je. Elke beweging die je maakt, elke aankoop die je doet, dat weten ze al. Hè? Want dat ben je al de hele dag 24/7 vrijwillig aan het delen zonder dat je het weet. Maar wat nou als straks al die CBDC's, CO2, ben je meer dan 15 minuten van je huis gegaan, dat als al dat soort data bij elkaar gebracht wordt. Ik zie daar dus echt wel een Orwelliaanse leefomgeving ontstaan. En
dus niks te verbergen hebben, is volgens mij geld voor helemaal niemand meer. Nou, maar, en je weet niet wanneer je niks te verbergen hebt. Hè? Oh, sorry, ik weet niet. Nee, ja, maar dat vind ik, met corona heeft mij dat heel erg wakker geschud. Dat ik dacht, ja, dat ging dan over medische gegevens, of je geprikt was of niet. Dat bepaalde gewoon of je een restaurant in mocht. Precies. En in eerste instantie gaat dat ook om niks te verbergen hebben. Of je wel of niet een hepatitis A prik hebt gehad of ja. B. En als dat in een digitaal paspoort had gezeten, nou, vroeger niemand had daar had geen haan naar gekruid. Van, dat is toch handig als we een digitaal medisch paspoort hebben. Dan kunnen we overal kunnen naar Thailand en dan kun je laten zien dat je de rabies prik hebt gehad. Nou, allemaal leuk en aardig. Maar dan ineens beslist de overheid dat je toegang tot je sociale leven daarvan afhankelijk wordt gemaakt. En dat is wel heel dichtbij gekomen. Dat is gewoon echt geworden. En nou komt het, als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de nieuwe servicevoorwaarden. Het woord is echt hilarisch, maar Microsoft heeft op 1 november, twee dagen eerder hoor, maar dat was 1 november, de nieuwe servicevoorwaarden gelanceerd. Daarin staat letterlijk dat zij met alles wat jij doet op je computer meekijken. Dat doet AI. Dus nog niet eens als je iets verstuurt. Hè? Gewoon het werken op jou. En iedereen is met alles maar in de cloud bezig tegenwoordig. Nou, there ain't no cloud. It's somebody else's computer. Dus de cloud is ook zo'n mythe. Dus je zit op je computertje te werken. En als jij op dat moment iets maakt of verspreidt. Wat haatzaaien, misinformatie, kindermisbruik, kinderporno zou kunnen bevatten. Dan wordt je account geblokkeerd en je eventuele tegoeden worden door Microsoft bevroren. Dat staat in die servicevoorwaarden. En dan kun je het niet meer gebruiken. Exact. Dus ja, weet je, ik denk, niemand leest ze. Nee. Iedereen zet zijn computer aan en begint met dat ding te werken. Akkoord, ja hoor, akkoord. Maar door het te gebruiken ga je met dit soort gekkigheid akkoord. Nou, en dat is wel ook inderdaad waar ik me zorgen maak bij de Europese Unie. Want kijk, kindermisbruik, dat is nog tot daaraan toe. Dan zou je nog kunnen zeggen van oké, dat vinden we allemaal heel erg. Ja. Misschien is het een beetje een paardenmiddel. Maar als we dit probleem toch echt kunnen oplossen. Maar misinformatie. Nou, dat is natuurlijk een volgende stap. Je krijgt natuurlijk drugscriminaliteit wordt dan het volgende. Dat vinden we toch ook allemaal heel erg. Mensensmokkel vinden we ook heel erg. Nou, vinden we toch ook niet heel erg dat er desinformatie wordt verspreid. Precies. Daardoor zijn verkiezingen gemanipuleerd in land X. Ja. Dat moeten we toch ook wel met z'n allen niet willen. En die grenzen worden steeds verder naar je toe getrokken. En ik wil straks naar huis onderweg, ga ik tanken. En dan zeggen ze, oh, sorry, dat kan niet, want je was bij Forum voor Democratie. Ja. Dus hoe gek gaat dit worden? Nou, ik denk ook dat we niet moeten vergeten hoezeer de wereld veranderd is doordat Elon Musk de censuur van Twitter heeft afgehaald. Dat is echt ongelooflijk. Ik vind nog steeds ongelooflijk hoe snel in toch hele korte tijd, minder dan een jaar geleden, maar hoe snel er een heleboel elementen van het narratief van wat er gaande in de wereld echt veranderd is. Omdat we het er ineens vrij over mogen praten. Een voorbeeld is de grand remplacement, dus de omvolking, de omvolkings conspiracy, wat gewoon een feitelijke constatering is. Replacement migration noemt de Verenigde Naties dat. Maar dat was dus een volstrekt verboden concept was dat. En dat is nu eigenlijk mainstream geworden. Mensen hebben gewoon, dat is ook de Amerikaanse presidentskandidaat, die Ramaswamy, die zegt het gewoon. It's happening, it's a fact, it's not a conspiracy theory. You can argue for or against it, but it's happening, it's a fact. Kom op, geen gelul. En dat komt echt, en ook over de vaccinatie natuurlijk, en over zoveel andere onderwerpen, wordt gewoon in een hele korte tijd, maar wat ik erbij wil zeggen, tot een jaar geleden, toen Twitter nog gewoon in handen was van in feite van de FBI. Het was gewoon een overheids. Het was gewoon een geheime dienstenorganisatie. Maar dus was het onmogelijk om een heleboel informatie te bespreken. Of je kon het wel delen, maar dan krijg je geen views. Of dan werd het op een andere manier. Shadow banning. Nou, dat gebeurt nog steeds op Twitter met sommige dingen. Er zijn nog steeds ook commentatoren. En het is duidelijk, er zijn een aantal onderwerpen die je nog steeds niet mag bespreken in het openbaar. Wat best eigenlijk weinig. Ja, weinig. Maar bijvoorbeeld Nick Fuentes heeft nog steeds zijn account niet terug. Jared Taylor heeft zijn account niet terug. Dus er zijn nog steeds wel mensen die niet mogen spreken. Maar heel veel dingen wel, inderdaad. En, maar wat ik dus wil zeggen is, tot een jaar geleden was dat niet zo. En dus, het is niet een hypothetisch, theoretisch
idee dat overheden aan censuur doen, dat er steeds meer greep komt op de informatie. Het is, we hebben het meegemaakt. Echt gekker nog. En het bestaat nog steeds als je op Google. Je had het toch laatst met Yandex, of hoe heet dat? Yandex, dat is de Russische zoekmachine. Dat je allemaal dingen weer kan vinden, nog kan vinden, die op Google gewoon niet meer te vinden zijn. Je denkt dat er allemaal websites uit de lucht zijn gehaald. Dat is niet zo. Die zijn gewoon niet meer in de worden niet getoond in de index. Ja, als je gewoon iets wil zoeken, zoals vroeger was Google gewoon, je zoekt een keyword en dan kreeg je alles wat daarmee matchte. Ja. Maar nu heb je een algoritme erbovenop geplakt en dan krijg je gewoon wat je hoort te zien. Namelijk alle mainstream media websites. Hoe heet die zoekmachine? Nou, dat is gewoon een zoekmachine. Yandex. Yandex.com, dat is de Russische zoekmachine. Ah, okay. Maar je hebt van alles en nog wat. Je had vroeger ook DuckDuckGo natuurlijk, maar die is ook aan censuur gaan doen. Ja, begreep ik. Ja. Klopt. Maar de censuur is dus een reëel probleem en een gevaar. Het inperken van onze vrijheid van meningsuiting en maar ook het gebruiken van zo'n mobiel om ons leven te controleren, om CO2-uitstoot te checken, al dat soort dingen. Met wie ben je omgegaan? En dat zag jij 4 jaar geleden al aankomen. Nou nee, en nu heb je een mooi bedrijf. Het was 4 jaar geleden ook al een feit. Ja. Want even samenvat het nog. Hè. Dus je hebt je idee, je mens heb je aan dat apparaat moeten koppelen in de vorm van een account. Het besturingssysteem is closed source. Je hebt geen clue wat het allemaal doet. Maar uit allerlei onderzoeken blijkt dat er heel veel data vanuit al die sensoren die in jouw toestel zitten en alles wat je doet, constant naar Big Tech gaat en derden. En punt 3, nagenoeg iedere app die je installeert zit boordevol met trackers en allerlei toestemmingen die je weer geeft aan. Ja. En die apps lijken jou te dienen, maar dat is niet het doel. Het doel is data vergaren. Het excuus is dan, dat doen we zodat we jou advertenties op maat kunnen bieden. Ja, ik hoef geen advertenties. Hou ze, die rommel. Maar het is een excuus. Ja. En ik ben al bijna 20 jaar, als het gaat over laptops en computers, ben ik een Linux-gebruiker. Dus ik heb geen last van dat ik een account moet aanmaken. Ik heb geen last van Big Tech. Maar die rottige mobiele telefoon, daar had ik maar geen oplossing voor. En je moet hem haast wel. Je bent niet verplicht om het te gebruiken, maar je komt er ook niet in. Het is heel lastig. En zeker als je een puberdochter hebt, die wil je er ook een beetje kunnen communiceren. Dus ik ben op zoek gegaan naar, is er zoiets als mijn Linux Mint op mijn computertje, is dat ook verkrijgbaar voor mijn telefoon? En verdomd, dat bestaat gewoon. Maar is dat dan gebruiksvriendelijk? Exact. Daar kom ik zo op terug, als het mag. Ja. Dus ik ben op zoek gegaan naar, is er een alternatief voor mijn Google Android of mijn iOS? Nou, iOS nee. Dus een Apple-telefoon kun je niet veranderen. Maar de grap is, Android is in de basis een open source besturingssysteem. Google heeft in het verleden, toen Windows en Apple samen de mobiele telefoonmarkt in handen hadden, heeft Google een clubje programmeurs opdracht gegeven. Maak nou eens een besturingssysteem voor een mobiele telefoon, gebaseerd op Linux, wat ik net al noemde. Daar is het Android Open Source Project uit voortgekomen. En die zijn gaan knutselen. En de jongens en meisjes hebben iets gemaakt wat Android heette. En die zeiden tegen Google, kijk eens, hier is het. En Google zei, dankjewel. Hing er vervolgens allerlei closed source rommel aan vast. Zodat die alles wat wij dus niet weten, wel weer gebeurt. En dat werd vervolgens op al die niet-Apple telefoons geïnstalleerd. Dus die markt werd weer gedomineerd door 2 partijen die closed source besturingssystemen hadden. Maar Android Open Source Project is nog steeds een ding. Dat project loopt gewoon door en vormt nog steeds de basis voor wat Google gebruikt. Maar het is open source. En een van de kenmerken van open source is dat je de broncode kan inzien. Dus als je er verstand van hebt, ik kan het niet hoor. Als je er verstand van hebt, kun je dus lezen en controleren wat het doet. En een ander is, open source is vrij te gebruiken door anderen om op door te ontwikkelen. En wie betaalt dat dan? Over het algemeen is open source een community driven, puur enthousiastelingen. Dus je bent met duizenden mensen wereldwijd ben je met een projectje bezig. Het kan een heel lullig appje zijn waarmee je een foto van een bloemetje maakt en vertelt de app wat voor bloem het is. Tot volledige besturingssystemen. Open source is bijna altijd gratis. Gewoon liefhebbers. Ja. Ja. En dan heel veel. Ja. En ze controleren elkaars code. Iedereen kan het controleren inderdaad. Ja. Maar dat laatste wat ik zei, dus omdat open source dus vrij te gebruiken is om door te ontwikkelen. De jongens en meisjes van Murena, die hebben een besturingssysteem gemaakt gebaseerd op Android Open Source Project. Specifiek uitgebreid met componenten en onderdelen die bedoeld zijn om je privacy af te schermen. Dus wat zij gedaan hebben, ze hebben het hele verplichte account hebben ze eraf gegooid. Aanzetten, beginnen.
alle trackers die in apps verstopt zitten, en believe me, dat zijn er tientallen per app, worden altijd automatisch geblokkeerd. Gaan gewoon je telefoon niet meer uit. Het is het topje van de ijsberg, hoor. Alle applicaties die de standaard... Ook open source. Is open source, alles. Alle applicaties die er standaard op zitten, dat gaat van je browser tot je e-mail, tot je navigatie, agenda, alles is open source. Je kunt met één druk op de knop in het onderdeel Advanced Privacy, kun je je locatie faken. Dus als je denkt van, nou, geen enkele app hoeft te weten dat ik hier nu in Amsterdam zit, dan druk ik op een knopje en dan maakt hij de Jalalabad van. Of bij mij staat hij altijd 24/7 op Utrecht. Ik weet niet waarom, ik denk lekker het midden van het land. Ja, dat is heel... En de laatste, ja, ik weet dat Amsterdammers denken dat Amsterdam het midden van het land is, maar dat is niet zo al. En de laatste is dat je kunt met één druk op de knop kun je IP-adres afschermen. Dus dan weet ook jouw internetprovider niet meer waar of wie of wat je doet. Mag ik hem eens vasthouden? Geef mij eens zo'n telefoon. Deze staan nog uit, maar pak deze. Is opgeladen? Ja, volgens mij wel. Maar heeft Rick er ook een? Vindt de provider van je telecommunicatie, want die heb je wel nodig. Ja. Vindt hij dat allemaal goed? Kijk, Ralf. Dus je KPN of je... Die hebben hier helemaal geen last van. Ik moet wel even één ding duidelijk maken. Het gaat hier over privacy. Hè? Dus mensen zeggen, ja, maar je bent gewoon... Dit is het systeem wat oplaat. Je bent gewoon nog steeds te vinden, hoor. Want je verdwijnt niet van de aardbodem. Dat is ook niet het doel. Als je op de vlucht bent voor opsporingsinstanties... dan moet je geen telefoon nemen. Want, ja, dan moet je met postduiven. Want alleen met je simkaart ben je dan al te vinden. Ja. Maar het gaat over al die data die ongevraagd... wordt gedeeld met Big Tech en derden. Mm-hmm. Dus als mensen ervoor kiezen om Gmail te gebruiken voor hun mail... of Facebook om hun hele hebben en houden de hele dag te delen... of LinkedIn, dan kies je voor een Big Tech platform. Ja. Kun je morgen mee stoppen, ben je er vanaf. Dit is een oplossing voor alles waar je niet voor kunt kiezen. Wat je ongevraagd wordt opgedrongen. Dus de data die de hele tijd van jou... opgeslurpt wordt, waar je niets tegen kunt doen als je een Google Android of een iOS-telefoon hebt. Deze... Nee, gaat het ook sneller dan... Zeker, want al die meuk, die bloatware die rommel die dus in dit geval Google erop gezet heeft, zit hier niet op. Hetzelfde. Maar en Twitter bijvoorbeeld? Je kunt Twitter prima gebruiken. Dan gebeuren er twee dingen. De data die jij zelf op Twitter zet, dat is natuurlijk een handeling die je zelf verricht hebt. Dus die is dan met Big Tech gedeeld. Uiteraard. Maar alles wat die app nog meer deelde, ongevraagd. Dus die app heeft weer toegang tot allerlei sensoren en onderdelen van je telefoon. Die worden geblokkeerd. Dus die ongevraagde data harvesting, afgelopen. Oké, en als je nou wat ik... Ik vergeet één ding, ik vergeet één ding. Stel dat dat ding al data ongevraagd zou delen met een partij... dan mist er een hele belangrijke component in die data. Dat is namelijk jouw identiteit. Er zit geen persoon gekoppeld aan deze telefoon. Dus de data is sowieso onbruikbaar. Want je moet en de afzender hebben... om die data bruikbaar te kunnen maken. Ja, oké. Maar WhatsApp, kan je gebruiken? Je kunt alles gebruiken. Deze telefoon maakt op een anonieme wijze verbinding... met enerzijds de Google Play Store... waar dus gewoon alle... apps in zitten die je ook op je Android-telefoon installeert. En daarnaast met een Play Store die heet F-Droid. En daar staan uitsluitend open source apps in. Je kunt iedere gratis app uit de Play Store kun je gewoon installeren. Dus ook WhatsApp. Niet de betaalde apps en ook niet de Google apps. Omdat je daar weer een account voor nodig hebt. En dat heb je niet. Dus Gmail kun je niet doen? De Gmail-app kun je niet gebruiken. Als je per se Gmail wil gebruiken, ik zou het je afraden... dan kun je altijd nog in de browser. Gmail.com. Ja, Gmail, is dat niet goed? Oh jee. Maar ja, je legt je hele berichtenverkeer op de server Google. Ja. Onversleuteld, hè. Gmail of e-mail is in de basis onversleuteld. Dus dat mensen dat bij Microsoft of... Wat ik ooit geformuleerd heb in een e-mail. Of ja, als je dan ook nog eens een keer in de Google Suite gebruik maakt van al die online... Google Docs. Google Docs, ja. Dat doe ik ook. Ja, heel handig. Dat is het. Ook daar zijn oplossingen voor. Die bieden wij ook. Je kunt namelijk op een eigen server kun je een Nextcloud installatie plaatsen. Daar zit in feite het hele Google Docs omgeving zit daarin. Je kunt ook tegelijk in documenten werken. En dan zie je ook wat de ander aan het
wijzigen is. Maar dat kun je op je eigen server, of dat kun je bij ons op een server plaatsen. Of je huurt een VPS'je, zoals het heet. Wat is een VPS'je? Een virtual private server. Dus je huurt een heel klein stukje serverruimte bij een grote aanbieder. En dan kun je dan zo'n Nextcloud installatie opzetten. Als je echt helemaal in eigen hand wil hebben, dan koop je een, of je neemt een oude laptop. En die hang je thuis in de meterkast en daar zet je Nextcloud op. En dan is dat jouw private Nextcloud servertje. En ook als je hier zit of als je... Doen jullie ook installaties voor mensen? Dus stel, mensen zitten te kijken, die willen weten natuurlijk wat het kost. Ja. En die willen dan een soort, denk ik, cursusje, ja. Live, dat je met vroeger had je dat met sextoys. Ik weet niet, misschien dat vrouwen dat nog steeds doen. Maar dat jij daar gewoon langskomt zo met zo'n koffer met allemaal spullen. Ja, dan gaan allemaal in een kringetje zitten en ga je het allemaal uitleggen en dan kunnen mensen het meteen kopen. Het komt vooruit Tupperware, volgens mij, wat jij zegt. Ja. Inderdaad zijn daar later ook van dat sekspeeltjes parties van gekomen. Ja. Sekspeeltjes doen wij nog. Tupperware ken ik. Sekspeeltjes doen wij nog niet. Zijn die maar, ook wel goed voor de vrouwen? Zodra daar ook met apps werken. Ja, zodra daar ook apps op geïnstalleerd worden, dan gaan we daar wellicht ook nog aan beginnen. Het is een grote markt. We doen verschillende dingen. Ja, we hebben geld verdiend. Ja. We hebben kant-en-klare oplossingen op de website staan. Dat zijn dus telefoons die al helemaal klaargemaakt zijn. Aanzetten, beginnen. Not intended, maar hij is wel leuk. Daar hebben we vanaf €295 heb je deze. Die dat zit is een, heel goedkoper dan. Ja, maar dat is ook veel goedkoper. Wow, maar, is wel heel kleiner. Maar ons doel is ook niet om hier heel erg rijk van te worden. Ik moet er wel voor kunnen leven, want ik doe inmiddels niets anders meer dan dit. En ik ben niet alleen meer, ik heb ook hulp. Dus we moeten er wel van leven. Maar het doel is niet om zo rijk mogelijk te worden, maar om zoveel mogelijk mensen bewust te maken en die stap te laten nemen. Ja. Dus voor €295 heb je een kant-en-klare telefoon. Heb je die kunnen ze bestellen op goodbyebigtech.nl. Correct. Heb je nu zelf een telefoon liggen die bij ons op het lijstje op de website staat als zijnde geschikt, ja. Dan kun je hem ook laten ombouwen door ons. En hoe lang duurt zoiets? Een weekje of zo? Een dag. Dus op de dag dat je hem opstuurt, hebben wij hem, als het goed is, de volgende dag in huis. Gaat hij diezelfde dag weer terug. Oh, wow. Oké. Okay. En dat is vanaf €145. Dus dan kun je zelfs je nagenoeg gloednieuwe Galaxy. Maar dan zijn al je telefoonnummers en zo wel gewist? Nee, want je stapt je simkaart erin en jij hebt over je contacten. Ja. Yeah. Uiteraard, voordat je telefoon opstuurt, even je het allemaal een backup maken. Op je simkaart backup. Ja, of even met een USB-kabeltje op je pc'tje. Ja. We hebben dus een aantal telefoons en we bieden die voor die prijs aan omdat ze refurbished zijn. Dus het zijn toestellen die zijn al een keer vaak in de zakelijke markt gebruikt geweest. Die worden helemaal opgeknapt. Dus dat is Samsung, hè? Dit is een Samsung A5. Er zit een nieuwe accu in, dus die gaat gewoon weer 3-4 jaar gaat die moeiteloos mee. Ze zien er ook uit als nieuw. Er zit geen krasje, geen dingetje op. Jij had net de S8 in handen. Ja, dat is wel chic. Dat is ook een zakelijk oorspronkelijk toestel. En we hebben sinds kort, dus echt een primeur, hebben we ook een gloednieuwe telefoon in de aanbod. Dat is de OnePlus Nord. Oké. Okay. En die doet volgens mij, even uit mijn hoofd, net geen €600. Dus, mag ik die eens voelen? Ja, doe je ding. Dat is een mooie doosje ook, hè? Want dit ding, dat was volgens mij veel duurder. Nee, ze laden niet op met de maan. Dit ding is tot €1000 of zo. Ik weet het. Laptops gaan bij ons vanaf €225. Dus heb je hoeveel, hier zit 1 gig op, geloof ik, of zo. Of meer? Nee, 1 terabyte ja, zelfs. Die je daar hebt, die heeft 256 gigabyte opslag en 12 gigabyte werkgeheugen. Ja. Zeg maar iPhone 13 niveau. Ja, deze speciaal voor zwaarder. Ze zijn er ook zwaarder, maar moet ik erbij vertellen. Ze zijn er zwaarder. Je kunt ze ook krijgen met 512 gigabyte opslag. Nou is de opslag uit te breiden met een SD-kaartje. Dus dat heeft een iPhone nooit. Android-telefoons bijna altijd. Dan teken je gewoon een SD-kaart van 1 terabyte in. En dan heb je veel meer dan wat je op je iPhone had. Ja. Dit besturingssysteem is zo ultralicht. Het slaat nergens op om 32 gig werkgeheugen in je telefoon te zetten. Je hebt het gewoon nooit nodig. Je gaat het niet nodig hebben. Computers hetzelfde verhaal, dus ook daar hebben we. Speciaal hoor. Ja. Computers hebben we dit hele lieve compacte dingetje, kant en klaar, met een nieuw toetsenbord, nieuw beeldscherm, €225. Hè? Kun je niks van zeggen, denk ik. Waarom is dat zo goedkoop, man? Omdat de marges klein zijn.
Dus, dat zou heel aantrekkelijk worden. We doen aardige aantallen. Pardon, met consumptie. Die zal ik zelf houden. We doen aardige aantallen. En kunnen dus met kleine marges heel veel mensen. Maar nu al? Ja, doe je al aardige aantallen? Oh, 4 jaar bezig, hè? Mag het? Je bent 4 jaar bezig al? Ja. Oh, maar goodbye okay. Big Tech is nou niet echt een super makkelijke URL. Kunnen we niet een betere naam verzinnen, Erik? De grap is, het begon toen ik alleen telefoons deed. Oh, en laat even zin afmaken. We hebben ook gloednieuwe Asus computers inmiddels in de handel. En de grap is, die zijn gloednieuw. En ondanks dat wij ze dus nog helemaal onder handen nemen en Big Tech vrijmaken, is de prijs gelijk of lager dan wat ze normaal in de markt doen. Zo. Het begon, Thierry, met het grapje dat ik... Het verhaal heb ik jou volgens mij al wel een keer verteld. In maart van 2021 was ik dus op zoek naar een oplossing voor mijn telefoon. En ontdekte toen dat er een besturingssysteem was wat op verschillende Android-telefoons te installeren was. Dus ik ging op Marktplaats op zoek naar 4 verschillende telefoons om te proberen. Want als je het fout doet, iedereen kan het. Het is niet heel makkelijk. Je moet je wel even concentreren. Vrouw en kinderen even de deur uit. Gordijnen dicht en niet met een kater, want dan gaat het geheid mis. Als je een fout maakt onderweg, dan kun je een perspapier van een paar honderd euro overhouden. Dat zou zonde zijn. Oh ja, je kunt je telefoon definitief... Ja, bricken noemen ze dat dan. Is die gebrickt. Met een computer lukt je dat niet. Dan kun je eindeloos proberen en dat gaat eigenlijk nooit fout. Telefoons kun je echt naar de haaien helpen. Dus ik had voor de zekerheid 4 telefoontjes op Marktplaats besteld. Ben daarmee gaan klooien en alle 4 succesvol omgebouwd. Ik had toen, nog net voordat ik bij Weltschmerz terechtkwam, had ik een videokanaaltje, De Keuringsdienst van Waarheid. Met wat nieuwsbriefabonneetjes en een webshopje waar ik t-shirtjes verkocht. Voor 2 tientjes of zo per stuk. Daar onderhield ik een beetje de kosten mee. Dus ik schreef een nieuwsbrief waarin ik vertelde wat ik gedaan had en waarom. En ik sloot af met, ik heb 1 telefoon voor mezelf gehouden en die andere 3 heb ik bij de t-shirts in de webshop gezet voor de liefhebber. Ja. En zonder overdrijven, ik denk dat het nog geen 5 minuten duurde nadat ik op send had gedrukt, toeng, 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 die 3 telefoons verkocht. Zo. En toen liep de mailbox binnen, heb je er nog meer? Ja. Dan ben ik maar alles op Marktplaats gaan kopen wat ik kon, want ik denk, die wat fijn, het zijn misschien 30, 40 mensen, die ga ik wel even helpen. Maar het hield niet op. Dus uiteindelijk ben ik natuurlijk van Marktplaats weggegaan en heb ik gewoon... Toen is de naam Goodbye Google. Dat allitereerde zo lekker. Goodbye Google. Ja. En toen had ik Goodbye, een beetje tong in cheek, dat doe ik nog steeds. Geschreven met de lettertjes. Zoals Google. Ja. Maar dan net anders, om copyright problemen te voorkomen. Ja, ja, ja. Dus net de kleuren omgedraaid, het vormpje is net anders. Maar dan Goodbye Google, vond ik heel lollig. Later kwamen mensen bij mij van, ja, maar hoe zit het dan met mijn computer en mijn laptop? Ja. En toen zijn we dus computers, laptops... e-mailaccounts, we doen zo ook mobiele besturingssysteempjes. En toen is de naam dus gewijzigd naar Goodbye Big Tech, omdat we nu eigenlijk een compleet oplossing hebben. Maar is dit nou de oplossing voor die client-side scanning? Want daar begonnen we mee. Want we gaan dus toe naar een situatie dat al die platforms gedwongen worden om je eigen... telefoon te scannen voordat jij berichten wegstuurt. Zodat ze meekijken terwijl je brief aan het schrijven bent, bij wijze van spreken. Ja. Dat idee. Kun je dat afdoende vermijden door zo'n apparaat te gebruiken? Met deze telefoons en met deze computers is client-side scanning niet te doen. De vraag is, hoe wordt het geïmplementeerd? Als ze de oplossing gaan neerleggen bij de big tech bedrijven. Dus ze gaan zeggen, Apple, ga in je besturingssysteem en Microsoft en Google, gaan jullie in je besturingssysteem maar deze technologie inbouwen, dan gaat dat dus niet lukken op onze telefoons. Dat wil zeggen, dan ontloop je client-side scanning. Ja. Maar dan wordt als het wettelijk verboden om die dingen nog te gebruiken. Dat zou ik zeggen. Als ze de verplichting bij ons gaan neerleggen, wat ik niet verwacht, dat lijkt me heel gek. Ik verwacht dat ze het gaan neerleggen bij de techbedrijven. Dat is nu het plan. Ja. Als het ooit gaan zeggen, als je een telefoon hebt waar dat niet in zit, dan ben je een crimineel. Ja, dan houdt alles op. Dan zijn we underground ook goed. Want ik zal nooit zwichten voor terreur. Maar wat nu de plannen zijn en hoe het nu eigenlijk al lang gebeurt, ben je er met onze apparatuur vanaf. Hmm.
Ja, dat is wel heel interessant. Ik wil wel eens een telefoon proberen. Want ik denk wel, kijk, voor mij is iedere minuscule wijziging in een app is al een groot probleem. Ik ben natuurlijk toch een beetje ouder dan jullie. Het is gewoon gedoe. Je moet even overstappen. Dat is het sleutelwoord. Het is natuurlijk alleen maar de toepassing die je gebruikt. Hè? Dus je bent met e-mail bezig, met WhatsApp, Twitter. Met Twitter. En ja, veel meer doe ik eigenlijk niet eens. Maar die toepassingen... Google Maps, denk ik. Ik gebruik verschillende dingen. Er zit een fantastisch alternatief. Magic Earth heet dat. Zit op alle telefoons. Ja? Flitsmeister kun je gewoon installeren. Nee, maar zit dat in dat alternatief? De vaste flitsers zitten erin. Okay. En de mobiele moet je uiteraard bij een flitsmeister of zo vandaan. En bijvoorbeeld als je foto's neemt... wat het handige bij mij is nu dan... Die komen ook in mijn computer terecht. Hè, want dat gaat allemaal via iCloud en zo. Bij mij ook. En ik zit dan... bonnetjes bijvoorbeeld maak ik een foto van. Ja. Want een bonnetje los verlies ik. Maar die foto die kan ik altijd terugvinden. Bij mij precies hetzelfde. Dat via mijn Nextcloud oplossing. Ja, Nextcloud zit op mijn telefoon, zit op mijn laptop, zit op mijn servertje thuis. En elke foto die ik maak, die heb ik meteen op mijn computer voor mijn neus. Ja, dan moet je even aan wennen dan. Maar dat is het, even aan wennen. En dan ga je dus niet meer met iCloud aan de gang. Maar... En niet meer met Google Drive. Maar dan ga je dus alles in je eigen Nextcloud omgeving doen. En als je daar heel onhandig in bent, dan maak je van onze Nextcloud omgeving gebruik. En dan theoretisch... Kunnen wij dan natuurlijk wel bij je spulletjes? Ja, dan verplaatsen we het probleem. Nou ja, in zoverre, wie ben je eerder geneigd te vertrouwen? Een big tech bedrijf waarvan je weet dat ze hun kerntaak is je data doorakkeren. Want dat zeggen ze gewoon eerlijk. Ja, dat is waar. Alleen ze zeggen dat ze het doen om je advertenties op maat te kunnen bieden. Wat wel heel prettig is. Ja, die zeker. Op maat krijgen. Ja. Dus krijg je zomaar advertenties, dat wil je niet. En dan moet je rare groepsessie seksspeeltjes dingen. Ja, precies. Ja. Krijg je heel precies, is voor jou bedoeld. Ja, maar... Ja, maar nogmaals, Twitter gebruiken is dus kiezen om een big tech platform te gebruiken. Dat is een keuze. Nee, dat begrijp ik. En bij ons gaat het dus om al die ongevraagde, verborgen data delen wat plaatsvindt. En daar steekt dit een stokje voor. Ja, leuk. En even voor de goede orde. Alles wat wij doen, kun je ook zelf. Dus je kunt zelf, als je een geschikte telefoon hebt, daar EOS op zetten. Je kunt zelf, wij gebruiken Linux Mint als besturingssysteem, op je laptop of PC zetten. Heb je daar geen zin in, dan kun je je PC of laptop of telefoon naar ons opsturen. Dan doen wij het voor je. Heb je ook daar geen zin in, dan kun je een kant-en-klaar ding uit de webshop trekken. Ja, precies, het doel is zoveel mogelijk mensen bewust maken dat dit echt wel een dingetje is. En neem die stap, ga wat anders doen. Laat die big tech partijen stekenblind worden. Wauw. En wat kun jij ook al een voorspelling doen? Stel dat er adoptie komt van 10, 15 of 20% van de Nederlanders die dit gaat doen. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het natuurlijk niet eens aan Nederland gekoppeld. Je kan dit ook internationaal gaan wegzetten. We doen het ook in het Duitsstalig gebied al. Ja. Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk zijn wel actief. Oké, maar als je grote adoptie krijgt, gaat er dan ook echt iets veranderen in de wereld? Als mensen massaal besluiten om hun privacy beter te gaan beschermen? Ja, ik verwacht dat wel. En de vraag is natuurlijk, en dat is koffiedik kijken, wat verandert er dan? Want zo'n revolutie kan twee kanten op gaan. Of de overheden gaan nog dwingender maatregelen opleggen. Mm-hmm. En gaan het inderdaad in het verboden hoekje drukken. Ja, ja. Wat mij niet helemaal ondenkbaar lijkt, gezien wat ze te verliezen hebben. Ja, wat hebben ze namelijk te verliezen? Nou, die controle over elke beweging, elke gedachte, elk contact. Het is wel een merkwaardige tijd. Hè? Want ik heb vandaag geluisterd naar dat interview wat Tucker Carlson heeft gehouden met Alex Jones. Ja, hoe vond je dat? Ja, ik vond het toch wel uniek dat die man nu eindelijk eens een keer uitgebreid aan het woord kan komen. Ja. En zo'n Tucker Carlson was natuurlijk gewoon 100% mainstream. En die zit toch helemaal op dat spoor. Maar wat ik wilde aangeven was, dat is dus één kant van het verhaal. Er komen dus dingen die een jaar geleden nog echt niet konden, kunnen nu wel opeens. Aan de ene kant. En aan de andere kant heb je de indruk dat overheden, met name dan supranationale clubs, hè, zoals de EU en zo, dat die steeds verder gaan en steeds meer in your face dingen aan doen. Dat je denkt van, dat kan toch niet waar zijn? Het loopt steeds verder uit elkaar. Hè? Ja. Dus het is wel een typische tijd voor dit soort dingen, vind ik hoor. Het is. Het verbaast mij ook, moet ik zeggen hoor. Want ik heb nooit gedacht. Ik had gewoon een heel bescheiden bedrijfje. Wij maakten websites en alles wat daarbij komt kijken. Van tekst schrijven tot fotografie en huisstijlen ontwerpen. En ineens ben ik
fulltime, naast dat ik nog af en toe bij Weltschmerz wat dingetjes doe, ben ik hiermee bezig. En ik dacht echt, toen ik hiermee begon, wow, dat zijn een paar tientallen mensen zo. Die, beetje die nerds. En ik oprecht, elke maand neemt de vraag toe. Ja, dat geloof ik graag hoor. Het is echt, mensen het begint echt te dagen dat we ergens ingelokt zijn. Het is by design, nee, hè? Ik denk dat is wel grappig om te zeggen, maar ik denk dat sinds de coronaperiode dat er een soort fundamenteel wantrouwen is gegroeid bij mensen. Ja. En de manier waarop de instanties daarop reageren is voor dat effect in ieder geval heel erg contraproductief. Het maakt de divide alleen maar groter. Hè? Exact. Je ziet nou echt ook in kringen die tot voor kort toch misschien licht kritisch, maar verder gewoon meegingen. Ook in dat soort kringen begin je nu echt een soort fundamenteel wantrouwen te merken. Ja, van, maar dit klopt niet. Hè? Dat denk ik ook wat er aan het ontstaan is. Dat er een besef aan het ontstaan is. Dat we inderdaad hier allemaal vrijwillig in mee zijn gegaan. En we betalen ervoor. En we betalen heel veel dat geld. Dat is het mooiste. Maar ook, jij zei net heel terecht. Van, jullie heel veel met je iPhones. Maar de film, dat is Leven der Ander, heet hij ook weer, zo heet hij toch? Die film in de DDS? DDR, ja. Sorry, DDS is wat anders. Ja. Over dat ze dan moeten ze overal microfoons gaan plaatsen in het huis van die man. Een mens zit dan te luisteren en dit en dat. En hier, wij zijn gewoon allemaal vrijwillig de hele dag een microfoon en twee camera's bij ons gaan dragen. Ja. Gewoon de hele dag. Overal waar we zijn, hebben wij gewoon volstrekt vrijwillig. Ja. De afluisterapparatuur bij ons. Ja. Er is een schitterend filmpje. Bizar. Er is een schitterend filmpje te vinden. Dat staat ook bij ons op de website, als je niet te lang wil zoeken. Onder de blogs van een reporter in Washington. Van een of andere krant volgens mij. En die gaat met twee mobiele telefoons een ritje maken. En die zet die allebei eentje op uit volgens mij. En de andere op vliegtuig staan. Maar moet je het filmpje maar kijken. Dus je neemt aan dat je wifi, je GPS en je gsm-netwerk uitstaan. Want dat is wat het vliegtuigstand doet. Ja. En dan gaat hij een rit maken door Washington. Eerst is het stukje lopen. Dan gaat hij met de auto. Dan gaat hij naar het kinderziekenhuis. Cadeautjes uitdelen. En dan gaan ze terug naar hun kantoor in Washington. En daar hebben ze een zogenaamde man in the middle hebben ze aangelegd. Dus een Raspberry Pi, een klein computertje. Tussen de router en de internetverbinding. Dus zodra de telefoons weer aangaan, gaat de data via die Raspberry Pi het internet op. En wat ze daar onderschept hebben, is dat hun hele route minutieus, op de seconde, dus met de GPS. Ook als die uitstond. Ook als die uitstond. Het is beide telefoons. Wij gaan daarna geüpload. Ik weet niet, als ze allebei of er één uitstond, maar beide telefoons deden iets mee. En beide telefoons. Maar op het moment dat hij dus weer aanging, dan werd het verzonden. Met terugwerkende kracht, die hele route. Maar het mooiste was, niet alleen de locatie, maar zelfs by foot, by car. Dus ook de wijze van transport. Die sensoren die in je telefoon zitten, die houden alles bij. Dus dat zijn. Ongelooflijk, het is wel beangstigend hoor. Dus dan zet je hem op vliegtuigstand en dan kom je thuis, zet je hem aan en even alsnog je data binnenharken hoor. Ja. Gestoord. Ja. En dat gebeurt met elke telefoon van elke gebruiker op de hele wereld. Behalve als je een ander besturingssysteem erop gooit. Er zijn meerdere varianten. Wij hebben voor EOS gekozen. De letter E van Erik en dan OS. Ja. Dat staat niet voor Erik hoor. Maar er zijn ook telefoons en aanbieders die gebruiken Graphene OS. Dat is iets minder gebruiksvriendelijk. Omdat het iets complexer is. Dus wij kiezen echt voor dit systeem. Omdat iedereen ermee kan werken. Ja, ik ben wel verkocht. Ja, ik dus, ook wel. goodbyebigtech.nl.com. .com kan ook. Dan kom je ook op onze site. Maar dat hebben we meer gedaan. Afhankelijk van het land waar je bent, krijg je automatisch je eigen taal en landcode. Ja. Als je naar .com gaat. Als je maar je locatieinstelling hebt. Ja, een hele goeie. Dat is een hele goeie. Ik laat het je zo zien. Als ik op mijn telefoon Goodbye Big Tech aanzet, dan krijg ik in beeld, je locatie is ingesteld op Frankrijk. En dat komt omdat mijn VPN op Parijs zit. Okay. Dus dat klopt. Dus dan moet ik altijd. Jij ziet alles in het Frans. Ik moet altijd handmatig dan weer op Nederland zetten. De Rise Up VPN. Dat kan ik aanraden aan iedereen. Dat is een VPN. Die is gratis, open source. En daar hoef je geen account aan te maken. Dus ook dat is een valkuil bij VPN's. Je moet toch weer een account aanmaken en betalen. Dus je moet de VPN aanbieden, maar vertrouwen. Rise Up VPN, gratis hebben niks. Alleen een bestandje installeren, aanzetten. Poep, zit je in Parijs. Ja, dit is een van de fantastische dingen van wat we doen met Forum is dat we dus ook een platform hebben waar mensen
die dit soort dingen doen, dat we die kunnen promoten, dat we dit kunnen helpen ontstaan. Hè. We hebben natuurlijk zelf een aantal bedrijfjes opgezet, bijvoorbeeld Eerlijk Eten, bijvoorbeeld ja. AMG. Maar de bedoeling was eigenlijk dat wij doen het voor, wij laten zien en dat andere mensen dat ook gaan doen. Dus daarom dat ik je ja. ook zo graag in de studio wilde hebben Dank om dit wel. Te vertellen. En ik hoop ook dat mensen dit gaan checken, dat ze gaan naar goodbyebigtech.nl of .com en dat ze dit gaan proberen. Ik ben in elk geval verkocht. Je hebt aan mij een nieuwe klant. Gaaf. Dus ik ga zo meteen op de site er zo'n telefoon bestellen. Want ik ben, vind het wel heel... Mag ook cash betalen hoor, dan mag je hem houden gelijk. Ja, oké, okay, ja, nou prima. Maar ik ben echt overtuigd. Ik vind het echt schokkend als je bedenkt wat ze allemaal van je weten. En dit was het topje van de ijsberg, Thierry. Ik bedoel, we hebben maar een uurtje, dus ik wil niet alles... Doe nog één stukje van de ijsberg erbij, heel nou, snel. Ja, nou overvraag je me ineens. Oh, jee. Maak even je zin af, dan bedenk ik even wat ik... Nee, maar ik denk dat het heel erg gaaf is als wij dus ook kunnen laten zien vanuit Forum voor Democratie, de grootste ledenpartij van Nederland, dat wij ook een heleboel interessante bedrijven en bedrijfjes en organisaties en stichtingen en ondernemingen kunnen helpen ontstaan, omdat wij elkaar daarin ondersteunen. Dat is eigenlijk waarom ik altijd een ledenpartij heb gewild en waarom ik altijd veel meer wilde doen met die leden dan alleen maar lezingen of politieke dingen, maar juist ook sociaal-economisch. Dat we elkaar echt gaan versterken en dat mensen ook ervoor zorgen dat jouw bedrijf een succes wordt. En dat nou eens een keer iemand die aan onze kant staat, zeg maar, heel erg groot kan worden en succesvol kan precies, worden. Krijgen we toch dat onze is... eigen... Ja, precies. Ja. Eigen big tech. Ik denk echt dat het heel belangrijk is. Ik vind dat wij moeten toch proberen om onze eigen op ons gerichte Soros-achtige biljonair te hebben. Ja. Dat zou best kunnen dat Erik dat wordt. Nou, dat is wel fantastisch. Ja. Daartoe plaatsen wij nu zaadjes. Ja, ik vind het heel lief allemaal. Maar ik wil wel benadrukken dat mijn doel is echt om mensen bewust te maken en die stap te gaan zetten. Ja, maar die taak kan je pas goed verrichten als je ook als een je beetje heel rijk bent. Ja, ja. Maar, nee, maar over 5 jaar komt er iemand met een bedrijf Goodbye Erik. Weet je, dat niet oppast. Hello, Big Tech Erik. Ja. Hey, ontzettend bedankt voor je komst. Het was een geweldige uitzending. Dankjewel. Freek Jansen, Ralf natuurlijk. Wij hebben onze Wine Wars bijgelegd. Volgende week gaan we weer verder. Heel veel dank voor het kijken, jongens. Tot ziens.